Lifecoach Jasper Mulder heeft elke maand een goede beweegtip voor Gezond 071. Maar kan ik zo ook kanker voorkomen, Jasper? Bewegen wil niet zeggen dat je die ziekte niet krijgt. Het kan zijn dat je hem altijd krijgt, dat is genetisch of ja, bij toeval domme pech. Alleen als je beweegt is de kans op een ziekte is gewoon een stuk kleiner. Dat is met heel veel dingen zo, met gezondheid. Dus als je nou elke dag, zonder dat je een ziekte hebt, gewoon elke dag beweegt, 10.000 stappen, dat is wel wat veel, maar dat is wel de norm, zeg maar, waar gezond bewegen voor staat. Dus als je 10.000 stappen per dag neemt, dan is de kans op een ziekte gewoon een stuk kleiner. Daarbij helpt het dat op het moment dat je beweegt, dat je fitter bent voor als je een ziekte krijgt. En dat hoeft niet alleen kanker te zijn, maar dat kan ook een gebroken been, een verstuikte enkel. Dan herstel je daarna gewoon een stuk sneller. Bovendien, door bewegen ben je een stukje mentaal sterker om tegenslagen aan te kunnen. Nou, als het lichaam gewend is om elke dag te bewegen, dan herstel je sneller. En de tegenslagen kan je ook op dat moment wat beter aan. Elke stap is er eentje. Dus je moet elke kleine beetjes, kleine stukjes, niet in één keer bijvoorbeeld het singlepark weer willen rennen. Maar begin gewoon in een park een rondje te lopen. Gewoon kleine stapjes. Maar misschien helpt praten er met iemand over tijdens het wandelen. Het zou ook best wel eens een hele goede ondersteuning kunnen zijn. Huppakee, in de benenwagen. Eigenlijk elke dag. Dat is zeker waar.